ga ik eerst even naar mevrouw Kreuger. Die was net eerst, dan kom ik bij de heer Bontebal. Mevrouw Kreuger. Ja, voorzitter, ik hoor de zoektocht van de heer Vermeer. De zoektocht die ik ook heb. En die gaat volgens mij enerzijds over hoe borg je nou dat er redelijke teruglevertarieven zijn. Waar mensen zekerheid uit bieden. En waardoor je ook een redelijke terugverdientijd hebt. Het andere stukje, daar was ik benieuwd naar hoe de heer Vermeer ernaar kijkt, is eigenlijk dat met het wetsvoorstel zoals het nu is, alleen als je je zelfverbruik opkrikt naar 60%, je nog enigszins een redelijk terugverdientijd hebt. En dat kan alleen als je een elektrische auto hebt of een warmtepomp. En ik ben benieuwd of de heer Vermeer deelt dat we nu juist ook moeten zorgen dat een groep die net pas zonnepanelen kan aanschaffen, minder kapitaalkrachtige mensen, ook daadwerkelijk in staat zijn dat te doen. En dat het dus niet afhankelijk dan moet zijn of je ook nog een elektrische auto kan kopen. Heer Vermeer. Voorzitter, dat ben ik met mevrouw Kreuger eens. En elektrische auto hiervoor aanschaffen, dat gaat ook niet echt helpen. Want over het algemeen ben je daar juist overdag mee weg en staat die niet bij je eigen huis. Dus dan moet je mensen uitnodigen om bij jou thuis te komen werken. Dan heb je er misschien wel daar, maar dan moeten ze een elektrische auto hebben. Misschien dat energie delen daar een oplossing gaat zijn. Dus dat je juist probeert energie te delen met iemand die een heel ander verbruikspatroon heeft. Ik weet ook nog niet precies hoe dat vorm gaat krijgen. En ik vond het idee van de heer Bontebal over een ISDE. Ja, misschien is dat dan de oplossing om gewoon met hele gerichte stimulering te gaan werken. Juist voor mensen die die investering niet kunnen betalen. Want ik heb wel uit dat gesprek met die installateur ook wel begrepen dat dit niet om geld gaat wat je via je vakantiegeld even kunt besteden. Daar is veel meer voor nodig als je hier echt op wil inspelen. Interruptie van heer Bontebal. Voorzitter, ik ben een beetje benieuwd en bezorgd ook over de ruimte die collega Vermeer biedt. Wil hij